Hallo allemaal. Nou, tijd voor een nieuwe video. Welkom bij AltiVista. Ja, zoals ik jullie al verteld had in het vorige filmpje. Ik heb een mystery box besteld. En bijzonder aan deze mystery box. Het is de grootste mystery box die ik ooit heb besteld. Kijk eens aan. Wow. Een mystery box met maar liefst 9 pops erin. Dus ja, kijk, als je de doos mag geloven, dan staat erop. Even kijken. Pops, Star Wars, Pox. Nou, ik denk niet dat er pops in zitten. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik heb aangegeven, ik heb deze via de Geek Store heb ik die gekocht. Hij is custom made. Ik heb aangegeven wat ik wilde. Het liefst wat animatiepops. Het zullen voornamelijk custom of gewoon common pops zijn. En geen exclusives, daar geloof ik niks van. Want zoveel heb ik er ook weer niet voor betaald. Maar kijk het aan, 9 pops. Ik ben benieuwd. Ik laat ze alle 9 zien. Dus ga lekker voor zitten. En ik ben benieuwd. Ik maak er van onder open. In de hoop dat ze er recht in zitten. En dat ik niet zie welke ik eruit ga halen. Ik ga hem heel voorzichtig openmaken. Ik weet niet hoe ze ingepakt staan. Hoppa. Daar gaat hij. Oh, kijk, heel netjes ingepakt. Dat belooft veel. Ze zijn allemaal apart ook nog een keertje ingepakt. Dus. Dan ga ik gewoon voor het eerste doosje. Movies slot 2. Maxing coin. Ik maak hem ook wederom van onder open. Even kijken. Ja. Spannend hoor. Ja, nou goed. Ik zie de onderkant. Dat is mooi. Nou, ik zal even deze eventjes wegzetten. Dan komen we daar direct tussen. Hoppa. Tijd voor de eerste pop. Ik ben erg benieuwd. Spannend mystery boxes, ik hou er echt van. Dat is Rain uit de film Big Trouble in Little China. Kijk eens. Gaaf. Gaaf film. Ik heb die vroeger wel eens gezien. Voor mij met Kurt Russell, als ik me niet vergeet. Dat is een beetje zo'n cultfilm is het. Ik meen me te herinneren dat hier ook nog een remake van gaat komen. Met The Rock, met Dwayne Johnson. Weet ik niet zeker. Als je het weet, laat het even hieronder weten. Leuk, leuke pop. 154. Ik zie hem niet zo vaak. 6 pops in deze reeks. Tof, leuk. Nou, leuk begin. Klein beetje bokdemmetje boven. Gaaf. Ik wist trouwens, nee, het is geen damaged mystery box deze keer. Gewoon eentje op maat gemaakt. Op naar de tweede pop. Gaaf. Cool. Sorry, ik zal het meteen vertellen. Deze is, dit is Scooby-Dum uit de tv-serie Scooby-Doo. Ja, ik had aangegeven inderdaad dat ik het liefst animated pop zou willen. Niet omdat ik anderen niet spaar, maar ik heb minder animated pops als echt film- en serie-pops. Dus ja, de grote kans dat ik geen dubbel heb. 254, hey, kijk. Het is toch een exclusive deze. Had ik niet verwacht. In de mystery box, een exclusive Scooby-Doo 254. Gaaf. Ja, dat is raar. Er zijn er 5 in deze box. En deze zit er niet in. Die staat er tenminste niet bij achterop. Apart. Oh ja, heeft waarschijnlijk te maken met dat dit een exclusive is. Tof. Erg blij mee. Mijn tweede pop. Ja, we hebben er echt nog 7 te gaan. Dus daar gaat hij, de derde pop is vet Mega Man, maar niet Mega Man zelf, Dr. Willy, nummertje 105 uit de Mega Man game, heel erg cool, 4 pops in deze serie. Ja, komt ja, echt veel gespeeld vroeger Mega Man, zeker op de Super Nintendo. Ja, de box ziet er perfect uit, geldt trouwens ook voor deze, super. Leuk, leuke pop. Ik had nog niks in nummer uit de Mega Man serie. Dat is mijn eerste pop. Geld was ook voor die andere hoor. Scooby-Doo had ik ook nog helemaal niks van. Mega Man ook nog niks. Dus van deze doos is leeg. Oké, dat wil zeggen dat er in de andere doosje wat meer pops moeten zitten. Dus ik haal hem er snel weer bij. Oh. Even uit beeld. Maar ik ben er nog wel. Hoppa. Nou, dat voelde ik inderdaad wat zwaarder. Ik ben benieuwd.
gaan weer de mond openmaken. Ik had ook verwacht dat ze hem anders zouden verdelen. Het opengemaakt. Dus ik zie al wel wat. Ik probeer niet te kijken. Ik zie al wel eentje waar ik heel vrolijk voor. Maar oh, echt heel gaaf dit. Hoppa, hoppa, hoppa. De volgende is George Jetson. Uit de animatieserie The Jetsons. Kijk, leuk. Van Hanna-Barbera. Gaaf. 365 George Jetson. Oh, een hele kleine set. Er zitten er maar 3 in deze set. Ja, deze ga ik wel proberen compleet te krijgen. Want dat is echt wel tof. Kijk aan, de Jetsons. Ja, daar ga ik me even hard voor maken om die compleet te krijgen. Ik vond het heel leuk. De Jetsons keek vroeger veel naar. De Flintstones keek veel naar. En ja, er nog meer van die series. Tof. Leuke pop. Had er niks van. Eerste Hanna-Barbera pop volgens mij ook die keer. Dus op naar de volgende. Vet. Kijk eens aan, uit de Masters of the Universe serie. Mermijn. Volgens mij bestaat er ook een Chase editie. Nou, ik had niet verwacht dat ik de Chase zou hebben. 564. Ik heb er al wel een paar. Kijk hier. Ik heb daar de Batman, He-Man en Orko heb ik al. Dat is mijn derde pop uit de Masters of the Universe serie. Heel gaaf. Echt heel blij mee. Dat is toch wel eigenlijk mijn favoriete serie hoor. Stond ik in mijn top 5 He-Man. Box ziet er helemaal perfect uit. Niks mis mee. Heel gaaf. Nou, tot nu toe echt alleen maar coole pops. Echt, ik ben er helemaal blij mee. Op naar de volgende. Hebben we wel gezien. Vet. Ik weet niet of ik hem goed uitspreek. Gosalin Mallard. Uit de animatieserie Darkwing Duck. En dat is leuk, dat is mijn tweede pop uit die serie. Ik heb Darkwing Duck zelf al. Hoef ik alleen maar Launchpad McQuacker moet ik hebben. Kijk aan. En dan heb ik die set ook compleet. Het wordt een beetje vol hier. Dus ik ga deze eventjes hiervoor inzetten. Naar voren. Hop, 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 hop. Ik hoop dat dat past. Vet. Dus hoef ik er nog maar eentje voor te hebben. Die set ga ik echt wel compleet proberen te krijgen. Dan heb ik weer een full set. Tof. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 aan. Nog. Nee, 6 heb ik er. Nog 3 te gaan. Op naar de volgende 3. Ja, echt een heel leuk misgevolg dit. De volgende is... Ik zie het niet. Ik probeer niet te kijken. Wat zien jullie? Vet, Turtles. Cool, Teenage Mutant Ninja Turtles. Gaaf. Heel, heel gaaf. Leatherheads. Hey, ook een specialty serie. Even kijken wat er bij deze ook is. Ja, zie je? Bij deze is het precies hetzelfde. Er staan ook 10 pops in deze serie. En Leatherhead zit er zelf niet bij. Dus is het toch ook weer een exclusive. Het is mijn tweede exclusive al in deze mystery box. Hij is ook lekker zwaar. Vet hoor. Ik weet dat er heel veel lijnen zijn over de Turtle. Dit is volgens mij niet de 90's editie. Dit is van Nickelodeon. Ah, maar echt heel gaaf. Cool. Ja, ik ga eens even uitzoeken wat die specialty serie wil zeggen. Dus ik denk dat die nog wel terugkomen in een volgfilmpje. Ik zet hem hiervoor neer. Hoppa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nog 2. Ah, leuk, leuk. Ik moet eerlijk bekennen, ik ken de tekenfilm New Alligator. Hoewel ik hem wel eens ooit voorbij zien komen. Volgens mij is dit ook een Hanna-Barbera pop, als ik me niet vergis. Ja, Hanna-Barbera pop ook. Dat dit een oudere tekenfilm is. Ja, volgens mij is deze echt wel een stukje ouder. Maar hij is wel heel gaaf. Ik kan me iets vaak herinneren van dit karakter. 169 Walligator. 5 pops. Uit deze serie. Ziet er gaaf uit zeg. Ja, 2016 komt hij zie ik. Zou me niks verbazen dat deze ook gewoon valt het is. Leuk man. Het is volgens mij nou mijn... even kijken. Mijn tweede... Mijn derde Hanna-Barbera pop al. Kijk het aan. Vet. Super cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hebben jullie meegeteld? Dat zijn we al aan zijn gekomen bij de laatste. De laatste pop is een... Wat kan het zijn? Wat zal het zijn? Hey, zo, die ziet er gaaf uit. Even kijken. Touché Turtle. Dum Dum. Het zegt me helemaal niks. Wellicht jullie wel. Even kijken.
Dat is grappig. Wally Gator zit ook in deze serie. Dat is raar. Kijk eens. Ah, ook van Hanna-Barbera dus. Dat is apart, want het lijkt toch alsof het een andere serie is. Maar als ik ze zo naast elkaar zet, kijk, zie je dat ze allebei in dezelfde serie vallen. Dat is wel vreemd. Dus ja, op zich zijn het dus twee pops uit dezelfde serie. Nou, dan maakt het leuk. Dan heb ik er al 2 van de 5. Leuk. Echt heel tof. Ik ben echt heel erg blij. Ik ben echt blij met deze mystery box. Dus ik ga zeker weer vaker bestellen daar. Maar het gaat alleen wel heel snel allemaal. Dus we houden het een klein beetje rustig. Ik ben echt heel blij met deze set. We hebben weer 9 nieuwe pops. En ja, wat voor pops. Ik ben echt blij mee. Ik hoop jullie ook. Laat ons even weten wat jullie favoriete poppen is van deze 9. Hè? Laat even weten in de comments. Zou ik leuk vinden. Kunnen we daar wat discussiëren. Ja, ik zou zeggen tot de volgende keer weer. Ik ga nog even nagenieten van mijn 9 Funko Pops. Ik ga ze lekker even verder bestuderen. En dan krijg ik weer een mooi plekje in de kast. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En houd het kanaal in de gaten. Want voor je het weet is er weer een nieuwe video online. Hey, goedje. Dag allemaal. Bedankt voor het kijken. Doei doei. Hoi.